Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 6 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik heb gisteravond eigenlijk gewoon nog iets tijdig gekeken en daarna naar Married at First Sight. Er waren wel weer wat dingen die ik gewoon echt letterlijk niet begrijp. Dit ging over het eerste koppel. Ze hadden nu een groepsdiner. Uiteindelijk zijn ze allebei wel aangeschoven, maar echt meters van elkaar af. Dit koppel zag je eigenlijk al vanaf het begin af aan, toen deze twee werden voorgesteld. Toen dacht ik al, dit kan niks worden. Ik zag gewoon heel veel verschillen en op zich hoeft dat niet een groot issue te zijn. Maar bij hun zag je eigenlijk heel daadwerkelijk, deze twee passen niet bij elkaar. Nou ja, dat bleek ook al vrij snel. En bij die huwelijksnacht wilden zij al vrij snel een momentje voor zichzelf. En het liep allemaal gewoon echt niet van een leien dakje. Dan zag je ze op het ene moment ruzie maken. Het volgende moment gaven ze elkaar ook wel weer een knuffel en dan was het wel weer goed. Maar je zag die emoties heel erg van hoog naar beneden gaan. Gingen ze wel weer een leuke activiteit doen en hadden ze het ook echt wel weer leuk samen. Maar het werd hem gewoon niet. En nu geeft zij dus ook weer aan van ja, ik had eigenlijk bij het altaar al nee moeten zeggen. Want daar voelde ik niks bij. En dan denk ik, maar waarom doen mensen dit dan niet? Als jij het niet voelt, waarom zeg je dan niet gewoon van nou joh, je kan misschien een hartstikke leuke vent zijn, maar niet van mij. Want je bent mijn type niet of wat dan ook. Nee, ze willen dan wel dat experiment in. Maar uiteindelijk maakt het experiment niet af. Want ja, op de huwelijksreis gaat het mis. En het samenwonen en wat daarna komt, dat maken ze niet meer mee. Dus dat vind ik toch altijd wel heel bijzonder. Maar goed, we gaan vanavond wel weer zien hoe dat verder afloopt, maar dat daar een scheiding zit aan te komen, dat is duidelijk. Ik heb nog even een spelletje gedaan, toen heb ik de vlog afgemaakt. Ik heb hem nu even goed gecheckt. Ik ga hem vanavond nog even een keer nachecken. Ik had vorige week een zwart beeld erin zitten, dat betekent dus dat met editen het beeld in één keer eruit is gegaan. Ja, ik weet niet precies hoe dat kan, maar ik heb hem nu al wel goed nagelopen, maar ik ga hem nog wel even een keer extra nalopen, zodat ik zeker weet dat alles goed is gegaan. Dat vond ik vorige week heel vervelend. Degene die mij daar ook over tipte, daar heb ik geen reactie meer op gegeven, want ik wilde hem gelijk offline halen en toen kon ik niet meer reageren. Dus bedankt in ieder geval voor de tip voor degene die dat heeft gedaan. Ik heb even mijn foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. Die was onwazig. Nee, je hebt wazig en onscherp. Laten we dat eventjes goed zeggen. Dus dat. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En ik vind het dus altijd leuk om even wat research te doen over de acteurs die in zo'n serie spelen. En toen kwam ik erachter dat dit dus een waar gebeurd verhaal is. Deze Griselda Blanco, waar we het over hebben, die serie heet dus Griselda, heeft dus echt bestaan. En ik wist dat helemaal niet, dus ik vind dat wel grappig, maar dan kijk je er wel gelijk heel anders naar. Want je denkt eerst, dit klopt allemaal niet, het is gewoon een serie. Maar het is dus allemaal wel echt gebeurd. Alleen, omdat het is een miniserie van 6 afleveringen, van om en nabij een uur. Dus alles wordt in 6 uur gepropt, waardoor je dus wel, als je het echte verhaal leest, denkt, hé, die dingen heb ik niet in de serie gezien, die ga je ook niet meer zien, want we zijn al een stuk verder. Dus er zijn wel dingen weggelaten. Maar ja, je kunt niet alles in 6 uur proppen. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar ik vind het wel een goede serie. Daarna nog even Heet Daad gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. En toen ben ik lekker gaan slapen. Nu ga ik eventjes de woonkamer doen. En daarna ga ik eventjes een deel van de strijk doen. Want ik heb echt heel erg veel. En ik ben het maar aan het uitstellen. En het moet nu gewoon echt even gebeuren. Dus daar ga ik jullie bij meenemen. Ik heb er nog niet zo heel veel zin in. Maar dat komt waarschijnlijk wel goed. Ik moet het gewoon eventjes gaan doen. Dus ik ga lekker muziek aanzetten. En dan ga ik eventjes eerst even gauw de woonkamer doen. En dan ga ik eventjes aan de strijk. En dan is dat ook weer klaar. En dan is de middag ook wel weer een beetje voorbij. Dus goed, dat ga ik nu eventjes doen. Dus ik neem jullie mee.
Ik heb de zandloper hier neergezet. Ik vind het wel heel leuk staan zo. Dus ja, ik vind hem wel leuk. Mocht er later nog fotolijstjes bij komen, zal hij uiteraard een ander plekje krijgen. Dan kan hij ook nog naar boven, maar staat nu nog een hamster. Omdat het nog winter is, maar ik vind hem zo wel leuk. Zo, ik ben klaar. Wat was dit heerlijk. Gewoon even de woonkamer helemaal gedaan. Het voelt dan ook heel vies aan, maar dat komt vooral omdat je dan overal kattengritjes ziet liggen. Ondanks dat ik elke dag stofzuig. En vooral onder de tafel en zo. Dus het voelt nu weer heerlijk schoon aan. Echt fantastisch. Nou ja, daarna ben ik natuurlijk gaan strijken. En ik ben zo blij dat ik een groot deel van die strijk weg heb. Ik heb nog niet alles weg. Maar het grootste gedeelte is gewoon weg. En het voelt gewoon echt als een opluchting. Omdat het gewoon best wel veel was. En ik zat echt een beetje in mezelf te kijken. Wanneer moet ik dat nou gaan doen? Want ik heb voor vrijdag al plannen wat ik wil gaan doen bij de keuken. En ja, zaterdag wil ik dat afmaken. Dus ja, hoe moet ik dat allemaal nou gaan doen? En dan uiteindelijk lukt het wel gewoon. Dus weet je, dat is gewoon prima. En ik ben er blij mee. Dus ik ben wel heel erg... ja, blij dat die was gewoon weg. En soms denk ik wel eens, zou ik met to-do-lijstjes moeten gaan werken. Ik zie dat bij sommige mensen en dat werkt bij die mensen heel goed. Maar bij mij zit het ook heel vaak in mijn hoofd. Hetzelfde met boodschappen doen. Ik maak altijd wel een lijstje, maar het zit heel vaak al in mijn hoofd wat ik nodig heb. En dan kijk ik altijd wel even, joh, heb ik het? Ja, meestal heb ik het al zonder dat ik op dat lijstje heb gekeken. Dus het zit bij mij vaak gewoon echt wel een beetje standaard ingeprent. Maar ja, dit voelt gewoon echt heerlijk. Dus ik ben heel tevreden. Ik ga zo wel even lekker relaxen, want ik ben nu wel een beetje moe. Maar dat heb ik gewoon altijd. Als ik heel veel heb gedaan, dan ja, kak ik een beetje in. Dan ga ik strakjes lekker douchen en eten. Ik zag net trouwens even mijn nagellak, maar moet je kijken. Gaat hij scherp stellen hoe beschadigd dat is. En je ziet het vooral heel erg bij deze. Nou, morgen gaat het er ook af hoor. Ik had hier bijvoorbeeld een haaltje, die moest ik even veilen. Hij voelt nog niet scherp aan. Of nog scherp aan. Dus nee, het vervaagt wel snel. Nou, vanavond kijk ik gewoon weer naar Goede Tijden. En daarna weer naar Merit at First Sight. Ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik ga nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik even een nieuwe foto maken. En mijn blogpost schrijven. Dan wil ik even verder met de foto's voor het artikel van vrijdag. Ik moet nog even de vlog inplannen. Daar moet ik even een thumbnail voor maken. Dan ga ik lekker verder met de serie Griselda. En dan ga ik nog even Hete Daad kijken. En dan ga ik lekker mijn boek lezen en naar bed. Dus dat wordt verder ook mijn planning. Dus het is, ja, mijn planning is in de avond eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Ook nooit zo heel bijzonder. Dus meestal neem ik jullie in de avond ook gewoon niet mee. Heel af en toe. Maar het is vaak gewoon een beetje saai. Goed, ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Dus ik ga bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Ik hoop ook dat mijn was zo klaar is. Want ik had nog even een was gedraaid, maar dat komt goed. Goed, nu ga ik echt eventjes lekker ja, wat drinken en zo. En even nog ja, even in mijn eigen wereldje. Dus bij deze zeg ik dus echt tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 7 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik moet alleen nog even tot mijn lippen, maar ik moet zo nog even mijn tanden poetsen. En ik heb het koud. Ik weet niet hoeveel graden het is, maar ik merk echt dat het veel kouder is. Gisteren was het bijvoorbeeld ja, ook wel redelijk warm omdat de zon erbij was. Maar het is nu gewoon 8 graden en het is nu gewoon echt koud. Het wordt vannacht ook best wel fris, 1 graad. Ja, je merkt wel dat het wat frisser is. Ik kreeg een appje van mijn coach. Ik moest even naar de Action en naar de winkel die daarnaast zit. En ze vroeg of ik even mee wilde. Nou ja, natuurlijk wil ik dat, want ik vind dat ook altijd wel leuk. Dus dat gaan we eventjes doen. Verder, ja, gewoon de boodschapjes. Maar ik ga dus dinsdag weer. Dus nou ja, dat eigenlijk. Dus dat gaan we allemaal wel zien. Gisteravond heb ik weer gekeken naar Merit at First Sight en Goede Tijden. Ik moet wel zeggen bij Merit at First Sight, ik had nu zo medelijden weer met die ene jongen. Of man moet ik eigenlijk zeggen, want hij is 40. Dus ja, jongen is misschien niet meer zo gepast. Nou ja, we zaten dus al van elkaar gescheiden, had ik al verteld gisteren. En je merkte dus nu heel erg dat er ook gevraagd werd, zijn er ook nog mooie momenten die jullie misschien willen delen? Nou ja, hij kon ze wel opnoemen en zij zegt dan ook doodleuk nee. Er waren geen mooie momenten, terwijl ze echt wel lol hebben gehad. Ook echt wel momenten zijn geweest dat ze het echt wel naar hun zin hadden samen. Dat vond ik een beetje hard, dat ik denk van, ja, maar je kunt toch wel gewoon zeggen, oké, we hebben het ook wel leuk gehad. Maar ik vond haar heel koud en kil. Maar goed, dat is toch een afgesloten hoofdstuk. Ik
Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen heb ik mijn blogpost geschreven. Dat ging eigenlijk vrij vlot. Toen heb ik al een begin gemaakt met de blogpost voor vrijdag en ik ben ook weer verder gegaan met de foto's. Ik moet nog even een nieuwe maken, want die was wazig en daar hou ik niet zo van. Misschien als ik zo nog tijd heb dat ik het zometeen al eventjes doe, maar ik moet eventjes kijken hoe ver dat allemaal loopt. Want ik wil nog even stofzuigen. En omdat ik nu naar de Action ga, wil ik eigenlijk even opmeten voor bakken op mijn... kapstok. Oh, nu komt de zon eraan. Oh, dat is niet zo heel handig nu. Hoe ga ik zitten? Ik heb er nu van die plastic bak op staan, maar ik vind het eigenlijk niet heel mooi staan. Die ene die moet sowieso vervangen worden, want die deksel, er zitten allemaal gaten in. Maar ik zou het leuk vinden om echt iets leuks erop te hebben staan, aangezien ik nu zo bezig ben met dingen aan het veranderen. Dus ik wil even kijken, even opmeten wat er kan staan en dan even kijken bij de Action wat ze hebben. Want ik wil wel iets hebben met een deksel en ik weet niet of ze dat hebben. Op de website staat niks met een deksel. Dus ik moet eventjes kijken en als ze dat niet hebben, dan moet ik gewoon dus even verder zoeken. Dus dat wil ik sowieso even doen. Nou, ik wil sowieso nog even stofzuigen en zo. Dus ik ga jullie wel gewoon even meenemen naar de Action, dat is wel leuk. Nou ja, verder heb ik gisteravond eventjes mijn serie weer gekeken, Griselda. Ik ben heel benieuwd, vanavond de laatste aflevering, dus ik ben benieuwd hoe dat eindigt. Ik moet wel zeggen, zij sloeg gisteren ook helemaal door. Ze werd helemaal gek. En daarna nog hete daad, toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. En ik wilde zo graag verder lezen, want het is zo spannend, of spannend gewoon heel leuk. En, maar ja, ik dacht nee, ik ga nu stoppen, want ik moet ook eventjes weer slapen, dus... Nou ja, dat. Ik ga hier eventjes mijn dingetjes doen en dan neem ik jullie strakjes even gezellig mee naar de Action. En nou, dan zie ik jullie sowieso weer als ik weer thuis ben. Van de boodschappen bij de Action was het ook wel even leuk. Ik weet niet precies hoeveel er gefilmd is, want het was een beetje lastig, want het was best wel druk. Maar ik zal je even boodschapjes laten zien. Deze toilet heb ik nu meegebracht. Het was een 24 rollen voor 5 euro. En ik had het volgende week sowieso nodig. Ik dacht, ik zal het nu staan. Dus laat ik het maar gelijk meenemen. Ik heb nog deze leuke snijplank in het roze gekocht. Die vind ik wel heel tof. Ik heb niet zo heel veel snijplanken. En dat is altijd wel handig. Paasolies, die waren nu in aanbieding. Even boter. Die van mij die schoot alweer op. Slavinken.
Ik heb ook even smeerboter. Die was nu in de aanbieding. Dus ik dacht, dan neem ik hem vast mee. Want normaal is die best wel aan de prijs. Bitterballen. Scheerschuim. Scheergel moet ik zeggen. Alvast weer even een paaskoekje. Dan kan ik de koek weer een beetje vullen. Een fles Pepsi. Die was in de aanbieding. Ik dacht, dat vind ik wel lekker. Dan heb ik wat André Lon ingeslagen. Dat was allemaal met 50% korting. Dus ik heb 2 keer de oil en care conditioner. Die is toch wel het fijnste. En ik heb ook 2 keer de oil en care shampoo. Omdat die nu met 50% korting was, heb ik hem gekocht. Normaal doe ik het dus niet zo snel meer. Dan heb ik hier nog opschuimmelk. Kattenvoer. Even bij de Zeeman geweest, want ik moest even een paar onderbroekjes erbij hebben. Dus ik heb een setje met deze. Ik heb hier 2. Een streepje en een effe. Nou, helemaal prima. En deze ook prima. Een effe en een blauwe met stipjes. En ik zag deze leuke jurk. Die had ik al gezien online. Die wilde ik graag hebben. Een groene, maar het is een heel lekker stofje. Ook als het wat weer wat warmer wordt. Ik heb hem in een emmetje gedaan, want anders zit ik vaak met de lengte te clearen. Ik doe er toch wel wat onder, maar dan kun je hem zo strikken. Dus die vond ik wel leuk. Even haricot verts heb ik gekocht voor maandag. Dus dat is dat. Dan heb ik ook weer even de kattenbrokken meegenomen. Ik wist dus niet of ik nog had staan. Dus ik moet eventjes voor dinsdag even goed kijken. Toetjes. 2 keer de frietsaus XXL. Die was nu in de aanbieding. Ik koop deze normaal niet meer omdat ik hem te duur vind. Maar in de aanbieding wilde ik hem wel hebben. Boontjes. Die waren nu goedkoop bij de bonen. Aardappeltjes. Chocomel. En patatjes. In de Action zal ik nog wel een shoplogje opnemen, al is het niet superveel, maar dat komt wel goed. Ik ga dit nu eventjes opruimen, dan ga ik nog even wat drinken en dan ga ik even douchen. Want Ajax moet straks ook spelen en dat wil ik wel even kijken. Ga ik lekker eten. Ik heb wel een verwarmingstikkeltje aangedaan, want het was echt heel koud buiten. Je was gewoon blij als je in de winkel was. En het was hier nu ook wel wat frisser, dus dat heb ik wel even gedaan. Verder ga ik vanavond Goede Tijden kijken in het Roerom. En daarna ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik verder met de foto's. En ik hoop al een begin maken met die blogpost. En dan ga ik lekker de laatste aflevering kijken van de Netflix-serie. Dan ga ik lekker naar bed. Of nee, even nog Hete Daad kijken. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan is het ook allemaal wel weer prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want nu ga ik verder niks meer doen dan eventjes opruimen. Dus bij deze zal ik in ieder geval dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 8 maart. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Nou merk je daar denk ik niet zo heel veel van. Ja, misschien als je een partner hebt dat je een complimentje krijgt of zo. Maar over het algemeen merk je er niet zo heel veel van. Ja, je merkt dat bepaalde webshops wat korting hebben en zo. Maar verder is het vrij basic allemaal. Dus ja, dat eigenlijk. Het is heel zonnig, dus ik ben een beetje een goede punt aan het kijken waar ik een beetje normaal kan filmen, want het is ineens weer heel zonnig. Gisteren was het echt ijzig koud. Ik heb het in bed ook zo koud gehad. En nu is het weer heel zonnig. Dus ja, gisteravond heb ik Ajax gekeken en dat was eigenlijk een prima wedstrijd. Wel tegen een buitenlandse club, maar ik had echt zoiets van, het is prima. Het is 0-0 gebleven en dat vind ik heel knap. Van Ajax vooral, want die club is heel goed. En het was gewoon een heel goed spel. Ja, ik heb net spul gebruikt. Volgens mij zit het nu aan mijn vingers. Dus ik was heel tevreden. Het was een goede wedstrijd. Ajax was echt heel goed. Ondanks dat ze niet hebben gescoord. Ze hebben echt heel erg hun best gedaan, maar het lukte gewoon niet. Verder heb ik het Roerom gekeken. Was ook wel weer leuk. Wel bijzonder. Die mensen gingen eerst een poosje in een camper bivakeren. Ik had zoiets van, nou, jullie liever dan ik. Maar oké.
Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn foto's verder afgemaakt met bewerken. Ik moet nog wel even 2 nieuwe maken. En ook alvast een deel van mijn blogpost geschreven. Dus het ging allemaal wel goed. Toen heb ik de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gekeken. Ja, bijzondere aflevering. Ik vond op het laatst werd het een klein beetje afgeraffeld. Waardoor je dus op het einde kreeg je dus een stukje te zien wat er dus uiteindelijk met deze vrouw gebeurd is. Maar ja, goed, het was op zich, ja, ik vond het wel een hele mooie serie. Betekent wel dat ik vanavond weer op zoek moet naar iets nieuws. Maar goed, en daarna nog even hete daad, toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik mijn boek gelezen en ben ik lekker gaan slapen. Ik was ook heel moe. Vandaag op de planning, ik ga de keuken aanpakken. Ik ga dus zometeen beginnen met het leeghalen van dat rek. Ik ga even wat dingen in boodschappentassen zetten, want ik moet toch mijn spullen kwijt. Kan ik daarachter gelijk even goed schoonmaken. En dan probeer ik alvast een begin te maken met de kast. Ik weet dat ik het niet vandaag afkrijg, maar ik moet gewoon eventjes kijken. Ik twijfel ook een beetje met welke doos ik moet beginnen. Ik denk gewoon met doos 1, maar ik weet dus ook niet waar de gebruiksaanwijzing in zit. En die andere 2 dozen zitten sowieso glas in. Dus ik moet eventjes kijken hoe en wat. Dus ik ga er maar gewoon aan beginnen. Ik heb nog wel een pakketje binnen, die ga ik jullie eventjes laten zien. En dan ga ik jullie daarna gewoon gezellig meenemen met het doen van de keuken. Dus ik heb er zin in. 2 weken heeft het geduurd en ik ben er ook gewoon echt, ik heb er gewoon echt zin in. Ik ben er ook gewoon klaar mee dat die kast daar in die doos staat. Ik wil hem in elkaar hebben. Dus ja, dat ga ik doen. Maar ik zal eerst even het pakketje laten zien. Ik heb een pakketje van Decathlon. Het was namelijk zo, ik was op zoek naar sportshirts met lange mouwen. En ik wist dat Action die had. En die had ik al een tijdje in het oog gehouden. Ik ben al maanden daarna op zoek. Maar bij elke Action waar ik ook kwam, alleen maar grote maat, de LXL. Nou, daar ga ik even drinken. De SM, die hadden ze niet. Dat vond ik een beetje jammer. En toen was ik gisteren dus bij de Action en toen hadden ze helemaal niks meer met lange mouwen. En ik snap het ook wel, want je gaat een beetje de tijd in dat mensen waarschijnlijk niet meer zo snel voor lange mouwen kiezen. En toen was ik een beetje op internet aan het kijken. Toen zag ik dat de shirts met lange mouwen heel erg hoog afgeprijsd waren. Toen dacht ik, nou, dan ga ik het gewoon bestellen. Heb ik het voor de winter weer. Kijk. Dan weet ik ook dat ik het weer kan dragen. En ik heb dus dit shirtje gekocht. Kijk, dit sportshirtje heb ik nu gekocht. Een grijze. En wat ik heel tof vind. Kijk, je kunt hier je vingers doorheen doen met sporten. Hoe lekker is dat? Dus ik ben er wel heel blij mee. Nou, maatje S. Ik heb nu een grijze. Er komt ook nog een zwarte aan, die heb ik bij de H&M besteld. Dus die komt nog, maar die komt dan nog binnen. Maar heb ik in ieder geval een shirt met lange mouwen. Hier staat dan ook op de achterkant een heel klein Decathlon. Maar ik heb ook een grijze broek. Die heb ik er straks een zwarte bij. Maar dit vind ik wel echt heel erg lekker. Zo dat je hier zo lekker je vingers doorheen kan doen. Wacht, ik ga het eventjes laten zien. Dan heb je hem zo aan. En dan kan je hier zo je vingers weer heen doen. Ik vind het wel leuk. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus heb ik in ieder geval nu met lange mouwen eentje. Ik weet niet of ik hem nu nog echt ga dragen. Omdat het inderdaad de warmere tijd in gaat. Maar dan... Oh, dit is mooi. Kijk, er staat een soort bloem op. Maar hij was dus nu echt vet afgeprijsd. Dus vandaar dat ik hem heb gekocht in een maatje S. En hij ziet er best wel groot uit. Dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik in ieder geval een sportshirt. Ga ik het gewoon wassen. Ik ga het onderhand allemaal netjes onder in mijn kast neerleggen. Hier ben ik heel blij mee. Maar ik was vooral heel verbaasd dat die er al was. Want ik had gisteravond besteld. En toen ging ik straks naar de brievenbus. Toen lag die er al. Dus ik ben er, ja, ben er heel erg blij mee. Er komt dus nog een zwartje binnen. Maar heb ik in ieder geval vast een grijs sportshirt met lange mouwen. Want in de winters is het best wel koud als je geen lange mouwen draagt. Dus dit is echt ideaal. Dus dat was even het pakketje. Thank you.
Update van het keukenproject. Vlot niet zoals ik wil. Ik zat op een gegeven moment vast.
Dus ik ben ermee opgehouden. Ik ga morgen wel weer verder met frisse moed. Want ik had het even niet meer. Ik weet inmiddels wel hoe die moet. Maar ik ben ook als de dood. Ik ga die glazen platen er even uithalen. Want dat vind ik echt heel eng. Maar dat rek is in ieder geval weg. Maar het is dus nog niet zover zoals ik had gewild, helaas. Zo, helemaal buiten adem. Ik heb net die glazen platen even onder mijn bed gelegd. De energie is ook helemaal weg. Ik heb er echt geen puff meer voor. Misschien dat ik vanavond nog denk, ik ga nog eventjes dat afmaken. Maar ik denk dat het gewoon morgen wordt. Want ja, ik merkte gewoon dat de energie er heel langzaam uit uitvloeide. Ja, je moet toch alle dozen hebben. Je kunt niks laten liggen omdat je katten hebt die alles interessant vinden. Dus het valt echt een beetje tegen. Ik ga er gewoon met volle moed morgen weer tegenaan. In de hoop dat het dan beter gaat. Anders kan ik zondag ook nog wel wat doen. Maar het is niet zo makkelijk als ik had gedacht. Maar ik ben ook een trots persoon die dan ook niet om hulp wil vragen. Ik kan natuurlijk altijd een hulplijn inschakelen. Goh, als ik even ergens niet uitkom, kan ik altijd even iemand bellen of zo. Van joh, ik snap dit niet. Stuur even een plaatje mee. Kun je eventjes meekijken op afstand. Maar dat wil ik zo min mogelijk doen. Want ik ben gewoon, ja, ik wil het gewoon allemaal zelf kunnen doen. Maar ik dacht nu, nee, ik moet nu ophouden, want ja, ik voelde inderdaad gewoon dat de energie eruit ging. Het viel een beetje tegen, dus nou ja, goed. Morgen weer een dag. Ik ga nu in ieder geval even wat drinken en dan ga ik lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is natuurlijk gewoon weer tijd voor Flikken Maastricht, waar ik heel veel zin in heb. Dus dat is wel weer heel fijn. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik die blogpost afmaken. Ik hoop dat het allemaal lukt. De video in elkaar zetten. Ga ik een nieuwe serie uitzoeken op Netflix en dan ga ik... nog even de serie van Patty kijken, mijn boek lezen en dan ga ik slapen. Ja, ik baal ervan. Ik baal ervan dat het niet zo is gelukt zoals ik wilde. Maar het was natuurlijk ook, moest natuurlijk ook dat rek nu leeghalen. En dat was ook al best wel een klim, want dat rek moest naar boven. En dat viel ook niet helemaal mee in mijn eentje. Maar het is allemaal gelukt. Alleen nu die kast nog. Dus morgen met frisse moed tegenaan. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu echt eventjes in de relax modus. Want ik voel mijn rug, ik voel van alles. Dus het is nu even niet zo fijn. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 9 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik zit recht met mijn gezicht in de zon te kijken. Dus ik moet af en toe een beetje knipperen. Want het is best wel fel. Nou, gisteravond heb ik lekker naar Flikken Maastricht gekeken. Het was weer echt een prachtige uitzending. Echt weer heel erg van genoten. Maar dat doe ik eigenlijk elke week wel. De ene week is het spannender dan de andere week. Maar het zit altijd gewoon heel goed in elkaar, vind ik zelf. Dus dat was echt weer heel erg leuk. Ik wilde daarna eigenlijk nog wel even een spelletje doen, maar dat ging niet, want die moest updaten. Dat duurde zo lang, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, laat maar wezen. Ik ga gewoon eventjes mijn foto's afmaken die ik nog moest bewerken. Toen ben ik verder gegaan met mijn blogpost. En ik heb de video in elkaar gezet en zodoende was ik lekker op tijd klaar daarmee. Toen heb ik een nieuwe serie uitgezocht, die heet White Lines. Ik weet nog niet precies wat ik daarvan vind. Daar moet ik allemaal nog een beetje ondervinden. Ik heb pas 1 aflevering gezien. En daarna heb ik nog even Patty gekeken, dus nou prima. Toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek uitgelezen en ook weer gelijk een nieuw boek gestart. Dus het was allemaal wel goed, maar ik merk wel dat het nu weer wat kouder is in bed. Dus ik ben toch wel blij dat ik nog niet het winterdekbed heb vervangen voor mijn zomer- of lentegedeelte. Want ik merk toch dat het een beetje fris is, maar goed, komt ook wel weer goed. Ik ga nu lekker zometeen verder met de kast. Ik ga er weer met frisse moed tegenaan. Ik was gisteren op een gegeven moment een beetje moe. Maar ja, ik had natuurlijk die kast uit de keuken weggehaald. En die heb ik naar boven gebracht. Dat was ook best wel pittig in mijn eentje. Maar is allemaal goed gekomen. Dus nu ga ik weer verder met bouwen. En daar heb ik zin in. Ik heb gisteren met avondeten even het boekje doorgenomen. Zodat ik precies een beetje wist hoe dat nou zat met die planken waar ik gisteren niet uitkwam. Ik heb hem nu helder, dus ik kan lekker verder. Dus ik ga muziek aanzetten. Daar ga ik altijd wel lekker op. Altijd. Ik heb overal muziek bij aan. Douchen, schoonmaken, klussen, creatieve dingetjes doen. Ja, eigenlijk, ik draai overal muziek bij. Ik vind dat gewoon wel lekker. Ja, dan ga ik daarna wel even stofzuigen. Want het heeft nu toch niet zo heel veel zin. Want er komt toch weer het een en het ander vrij met het bouwen. Dus ik ga jullie weer gezellig meenemen. Dus hopelijk gaan we hem nu in elkaar krijgen. Dus ik ben zelf heel benieuwd. Dus ik ga even de paaspulletjes terugzetten. Want die zet ik altijd even weg in de of als ik ga slapen. Want ja, ik ben toch altijd bang dat er dingen van glas bij zitten. Dat ze het kapot zullen gooien, de katten. Die vinden het leuk om overal op te klimmen. Dus ga ik even terugzetten. En dan gaan we de spullen er weer bij pakken. Dus ja, tijd om weer verder te gaan met bouwen.
Het grootste gedeelte van de kast staat. Maar ik ga nu eerst even opladen en even pauzeren. Dan ga ik straks nog even verder. Maar ik moet eerst even rusten. Want het is echt een pittige kast, jongens. En het is allemaal heel leuk. Maar ik vind het wel tegenvallen in mijn eentje. Maar goed. De bovenkant moet er nog op. Die loopt een beetje te clearen. En dan moet ik de scharnieren nog allemaal doen van de andere... Van de andere kast. De deuren. Maar ik net wat ik zeg. Ik ga nu eerst even opladen. En eventjes relaxen. En dan hoop dat ik er straks nog even verder kan. Want ik wil hem wel graag afkrijgen. Maar het begint me nu een klein beetje te frustreren. Omdat die bovenkant er niet op wil. Maar ik ga straks nog eventjes verder. Dus nu eerst even pauzeren. Zo. Even wat eten besteld. Patatjes. Milkshake en een cola. Dus ik ga nu eerst even eten. En dan... Ga ik nog even kijken of ik nog wat ga doen. Maar eerst maar eens even wat eten, want het is al laat. Oké, ik ben inmiddels gedoucht. Ik ben nog wel even verder gegaan met de kast. Maar het ging allemaal gewoon niet zo heel erg makkelijk. Dus het wil allemaal even niet zoals ik het wil. En de achterkant die moet er blijkbaar eerst weer af. Want dat is ook niet goed gegaan. Dus het loopt allemaal even niet zo vlekkeloos. Toen had ik net ook nog weer problemen met mijn douche. Die is helemaal overstroomd. Alles nat. Ook in mijn slaapkamer. Dus het is even allemaal prut. Ik ga in ieder geval zo eerst eventjes eten. En dan ga ik straks in ieder geval er maar mee opbouwen. Ga ik straks even weet ik veel kijken. En ik hoop nog even een spelletje te doen. Moet sowieso de vlog vanavond voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Daarna ga ik nog even verder mijn Netflix serie kijken. En dan nog eventjes dubbel leven. Dan ga ik naar bed en dan ga ik morgen wel weer verder. Dus ik had gehoopt jullie nog even het eindresultaat te kunnen laten zien. Maar het is me niet gelukt. En ik moet zeggen, het begint ook een beetje... Beetje lastig te worden. Dus goed. Ik ga in ieder geval jullie dan gewoon morgen weer zien. Want nu ga ik maar eventjes ook een beetje in de relax modus. Want ik ben nu ook wel weer zat. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Echt tot heel laat nog doorgegaan met die kast. Want weet ik veel wilde ook niet. Die app die werkte weer niet mee. Dus was allemaal ook drama. Dus de basis die staat. Maar nou moet ik nog die deuren. Die moeten er nog in. En die keuken moet een beetje opgeruimd worden. Want het is een bende. Ik ben met alles niet heel blij. Ik moet even iets wegklikken. Negeer. En ik moet eventjes een kat uit de keuken halen. Mickey, meekomen. Zo. Ik heb geslapen, maar voor mijn gevoel heb ik echt bijna niet geslapen. Ik voel me zo moe. Ik voel me echt niet topfit, zeg maar. Ik blijf gezeur houden. Echt, wordt dit ook zo'n dag? Ik kan het niet meer tegen. Ik moest vannacht een keertje naar de wc toe. Wc-papier op. En toen dacht ik, dan zet ik er een nieuwe rol op. Ja, die was zeiknat geworden natuurlijk. Want ik had natuurlijk zo'n overstroming gehad gisteren. Dus dat was echt onwijs vervelend. Dus allemaal nat wc-papier. Toen moest ik nog weer naar de zolder om een wc-rol te halen. Want ja, ik ga niet nat wc-papier gebruiken. Ik ga het nog wel even proberen op te drogen. Want ik vind het zonde om twee rollen wc-papier weg te gooien. Maar het is echt een drama. Dat is echt niet te doen. Ik heb nog wel even Disney Dreamlight Valley gedaan, maar ik had gewoon niet echt mijn dag. Kijk ook naar die vingers, zie je die plekjes allemaal, die doen zo zeer. Dat is dus omgekomen door die kast. Echt fit ben ik niet. Maar goed, ik ga zometeen gewoon eventjes verder. Ik ga gewoon even proberen of ik die dingen, die deuren er in ieder geval in krijg. Want die doos moet echt de deur uit. Ze komen morgen natuurlijk ook bij die roosters. Dus ja, ik moet maar eventjes gaan zien. Ik heb wel nog even mijn serie gisteravond gekeken. En Dubbel Leven was de laatste aflevering. Toen ben ik nog wel even mijn boek gaan lezen. Maar ik ben ook vrij snel in slaap gevallen. Want ik was echt ook wel heel erg moe. Maar ik had overal pijn in mijn zij. En mijn lichaam merkt gewoon echt dat ik wel een klap heb gehad. Dus ik zou het niet aanraden om dit in je eentje te doen. Inmiddels wordt er bij Ajax even een minuut stilte gehouden. Omdat er iemand overleden was. En dan gaan we zo aftrappen. Dus ik ga straks wel gewoon even mijn foto's maken. Ik zal straks even de spullen laten zien. Ik zal even de basis van de kast laten zien. En dan ga ik nog even Ajax kijken. En in ieder geval eventjes nog wat proberen te doen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik laat straks gewoon even de fotospulletjes zien. En dan ga ik nu even proberen te genieten van de wedstrijd. En ondertussen even proberen of die deuren erin krijgen. Oké, dit is dus de basis van de kast en hier moeten die deur dus nog in. Dus dat staat er dus nu zo bij. Het is wel echt een hele toffe kast. Maar er moet hier en daar gewoon nog even wat aan gebeuren.
de fotospulletjes. Ik heb hier een Labello 24 Hour Hydration. Ik Blackberry Shiny ga ik fotograferen. Dan heb ik hier van Essence deze Baby Cat Bronstick. Ook wel benieuwd naar. En van Patrice de My Jewels, My Jewels. Loopt, dus ik moet nog even een keer hulp vragen, denk ik, aan mijn vader. Maar hier mist ook een pootje onder. Die wil er niet meer onder, dus ik moet even kijken. Daarom loopt hij nu een beetje scheef. Maar eindelijk, hij staat. Wat een bloed, zweet en tranenproject was dit. Maar goed, het is gelukt. De plankjes moeten er nog in. Kijk, dit is dan de binnenkant. Hier komen plankjes. En dan ga ik het nog even allemaal helemaal mooi maken. Maar de deuren zitten er eindelijk in. En het was echt een karwei, maar het is gelukt. Even nog een keer van zo laten zien. Het is allemaal een beetje moeilijk filmen zo. Ajax is net afgelopen. Het is 2-2 geworden helaas. Gelijkspel. Dat is een beetje jammer. Maar goed, beter dan verliezen. Alleen er zat wel winst in. Ze scoorden al vrij snel. Ik heb de foto's gemaakt. Nou, jullie hebben net kunnen zien dat de kast af is. En nu ga ik zo eventjes in relax modus. Ik ben helemaal zat. Ik kan echt eventjes geen pap meer zeggen. Dus ik ga dat zo eventjes lekker doen. Even lekker wat drinken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Ik ga dus vanavond nog even die plankjes erin doen. Dan neem ik jullie morgen even mee bij het inrichten van die kast. Want dat ga ik dan morgen gewoon eventjes doen. Maar in ieder geval, hij staat en dat is al heel fijn. Verder ga ik vanavond weer kijken naar Miljoenenjacht. Want dat begint weer. Vind ik altijd wel leuk om een beetje mee te doen. En ondertussen ga ik nog wel even Disney Dreamlight Valley doen. En sowieso nog even de kast dus afmaken. En nou, dan ga ik eventjes lekker mijn foto's bewerken. Dan ga ik mijn serietje kijken. Ik ga mijn nagels eventjes doen. Die moeten even bijgeveld worden. En dan ga ik hete daad kijken. Dan ga ik lekker naar buiten om mijn boek te lezen. Morgen moet ik ook een beetje op tijd uit. Omdat ze dus kunnen komen voor die ze komen dus voor die afzuigingen. Dus nou, ik ben ook wel benieuwd. Ik ben er altijd een beetje zenuwachtig voor, maar komt vast wel goed. Goed, nu ga ik eerst relaxen en ik ga in ieder geval bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 11 maart. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt ijskoud. Dus ik heb net de verwarming een klein tikje gegeven, want ik heb het zo koud. Ik denk, ook al ga ik zo meteen naar de schoonmaak. Ik ga dat niet volhouden. De ventilatieroosters zijn gereinigd. Ze zouden tussen 12 en 5 komen, maar hij was ook letterlijk iets al naar 12. Er waren best wel wat mensen niet thuis, begreep ik. Dus nou ja, goed. Hij had in de ochtend maar 3 mensen gehad. Hele vriendelijke jonge jongen. Een muis die kreeg gelijk wat aandacht aan hem. Die zei, ja, wat ben je mooi. En nou, helemaal goed. Nieuwe kapjes gekregen in de keuken. Kan ik jullie wel even laten zien. Die heb ik dan ook in de douche gekregen. Kijk. Ik heb hier een nieuwe kap gekregen, dus die is weer helemaal lekker fris. Die daar zit, die is nog niet vervangen. Dat komt, daar moet een stukje uit. Er zit een klein stukje moet eruit, omdat het anders dus niet past. Omdat het precies tegen het plafond aan zit. Hij heeft wel een nieuwe achtergelaten, dus dan kan ik dat zelf nog een keer doen. Dus nou, ik vraag het gewoon even een keer aan mijn vader of die dat een keer kan. Want ik kan wel heel veel zelf, maar ik kan er ook gewoon niet zo heel makkelijk bij. Dan moet ik hier op een stoeltje gaan staan. Ik ben natuurlijk vrij lang, maar op zich gaat het wel. Ook in de douche heb ik een nieuwe gekregen. Nieuwe batterijen, ook weer in de afstandsbedieningen. Dat is ook echt super fijn. En boven is het ook helemaal leeggezogen. Er zat nog aardig wel wat in, maar hij zegt dat is heel normaal. Ook met huisdieren en nou ja, dat soort dingen. Handdoeken en dat soort dingen. Nou, helemaal goed. Dat was wel grappig. Ik vroeg op een gegeven moment, goh, ik moet nog drinken, nou, een glaasje water. Dan denk ik, hé, laat ik vriendelijk zijn. Oh, u gamet ook, zegt hij. Nou, toen ging nog een heel gesprekje over het gamen hebben. Dat was wel grappig en toen ging hij door. Dus, nou, helemaal goed. Het is helemaal gelukt. Ik ben heel blij. Ik zag er een beetje tegenop, maar ik ben zo blij dat het nu klaar is. Dus heerlijk. Nu heb ik gewoon lekker de tijd verder voor mezelf. Ik heb gisteravond gekeken naar Miljoenenjacht. Het was leuk, de eerste uitzending. Het was zo grappig. Er stond een wat oudere mevrouw bij.
En in het begin, ze stond op de vierde desk toen, ze drukte wel, maar ze kwam er niet tussen. En nou ja, goed, toen stond ze op een gegeven moment bij de desk waar ze niet meer moest staan. En ze heeft zich wel tot de halve finale erin weten te houden. Dus uiteindelijk heeft zij wel gedrukt voor het geldbedrag. Dus dat was natuurlijk wel, wel leuk. En toen was het wel heel grappig. Degene die er dus stond, die jongen, die had hetzelfde bedrag in de koffer zitten als wat hij nu had gewonnen. Dus dat was wel heel leuk. Alleen de thuiswinnaar, die was niet thuis. Er stond winsten met zijn bloemetjes. Nou, die deed je dus niet open. Die waren er niet, of die waren al op bed. Ik weet het niet. Die waren er in ieder geval niet. Ik heb nog even een spelletje gedaan, even verder gegaan met Dreamlight Valley. Ik had nu zoveel opdrachten ineens, dat was leuk. Ik heb mijn nagels gedaan, ze zijn oranje. Ik vind het een heel leuk kleurtje. Het is dus ook uit die My Jewels My Rules collectie, deze. Kan ik de naam daarvan lezen? Dan moet ik echt even naar het licht, jongens. De naam is C02 Apricot Crush. Nou, ik vind het een leuk kleurtje. Hij zit er mooi op. Dus super leuk. Foto's zijn bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken. En dan is dat ook weer klaar. Toen ben ik verder gegaan op de Netflix-serie. En heb ik even Hete Daad gekeken. En dat was grappig. Ik had wat foto's gemaakt. En toen zei ik van in de groepsapp. Nou, ik heb een quizje voor jullie tegen mijn moeder en Nathalie. Jullie mogen raden wie het was. Nou, de eerste was heel makkelijk. Want die had ook in Flikken gezeten. Die kennen ze wel. De tweede was wat moeilijker. En die derde die was helemaal moeilijk. Maar uiteindelijk was het gewoon heel grappig. Dus nou, dat. Toen ben ik lekker in bed mijn boek gaan lezen, maar toen werd het net heel spannend en toen ben ik opgehouden, want ik was heel moe. Mijn lichaam deed zoveel pijn. Echt, ik voelde al mijn spieren. Ik had op dat moment echt zoiets, zou ik ziek worden? Maar waarschijnlijk is het gewoon van alle inspanning geweest van het in elkaar zitten van die kast, wat niet echt makkelijk ging. En ja, ik heb gewoon heel veel spierpijn. Dus daarom heb ik nu ook, denk ik ook wel dat het goed is om de verwarming een beetje aan te doen, dat het ook allemaal een beetje opwarmt. Dus ik weet niet eens hoeveel graden het is. Ik ga heel even checken. Ja, het is 9 graden. Het motregent. Maar goed dat. Ik ga nu lekker muziekje aan doen. Ik heb al één was klaar. Ik ga de droger aan zetten. De handdoeken had ik gedraaid. Ik had natuurlijk al die natte handdoeken van de overstroming van de douche. Dus die is klaar. En dan heb ik de volgende was er al in zitten. Die ga ik aanzetten. En dan ga ik straks jullie ook nog even meenemen met het inruimen van de kast. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Dus nu ga ik eerst eventjes lekker gauw aan de gang. Dus tijd om er eventjes wat voortgang te maken. Hier liggen de gezellige IKEA-dozen. Die ga ik zo eerst in de kliko proppen. Want hier ligt ook nog wat. Dan is dat allemaal weer weg. Want het is hier nu in Bennen en dat heb ik nu allemaal niet meer nodig. Dus dat kan nu mooi zo de kliko in. Dus dat ga ik ook eens eventjes doen. Oké, ik heb jullie geprobeerd mee te nemen bij het inrichten van de kast. Ik ga jullie laten zien hoe het er nu uitziet. Ik ga waarschijnlijk nog wel het een of ander veranderen. Hier staan mijn borden. Hier komen nog schaaltjes naast, maar die moeten eerst allemaal afgewassen worden. Mijn ronde borden, mijn kleine kopjes, mijn kleine bordjes, mijn poppenschoteltjes. Heb ik hier een roze schaal staan. Heel leuk. Maar ik denk net wat ik zeg, ik denk dat nog wel het een of ander moet veranderen. Mokken, borden. Roze glazen, deze schaaltjes.
nog wat speciale mokken neerzetten. Dan heb ik hier al mijn vermicelli en dat soort dingen. Ook allemaal roze. Dus zo ziet het er nu uit. Maar ik word er echt heel blij van. Net wat ik zeg, ik moet nog eventjes er een beetje mee spelen. Het is nog niet helemaal klaar, maar het grootste gedeelte zit er in ieder geval in. En daar word ik heel blij van. Zo, ik heb echt een hele productieve dag gehad. Ik heb echt heel veel gedaan. De gang, de douche, de kattenbakken. Allemaal weer lekker schoon. De katten weer schone bakjes. Ik heb de droger nog aanstaan. Er is weer een was klaar. Die moet ik nog even ophangen. Dus ik heb echt heel veel gedaan. De glazen in die kast leggen, dat was nog wel een dingetje. En ik snap het wel, want hun deden het voordat die deuren erin gingen. Maar dat zag ik niet helemaal zitten. Dus ik heb het andersom gedaan. Was niet heel slim. Is gelukt. Ja, het inruimen was gewoon super leuk. Maar net wat ik zeg, ik denk dat ik hier en daar echt nog wel wat ga veranderen. Omdat ik misschien toch nog niet helemaal tevreden ben. Maar ik moet gewoon even kijken hoe ik dat een beetje ga oplossen. Maar voor nu in ieder geval, ja, vind ik het allemaal wel heel mooi. En ga ik het gewoon nog een beetje aanvullen met dingen die ik heb. En dat komt allemaal goed. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Ik ga nu zometeen wel even lekker relaxen, want ik voel mijn rug nu meer. Ik moet zeggen, ik denk dat de spierpijn er wel wat meer uitgaat. Maar goed, ik moet gewoon nog eventjes verder met ja, dingen opruimen en zo. En ik wil ook eigenlijk onderin die kasten, dat wil ik ook helemaal gaan organiseren. Want ik kan nu niet meer de bakken gebruiken waar ik dingen in had, want die passen er niet in. Maar ja, zo met die vermicelli en zo. Ja, ik vind dat gewoon heel mooi staan, weet je, omdat alles roze is. Dus ik word gewoon helemaal blij als ik langs die, ja, langs die kast loop. Vanavond heb je gewoon Chateau Meiland, ga ik kijken en daarna ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik eventjes de laatste foto opnieuw doen, dan ga ik eventjes die nog bewerken en dan ga ik mijn blogpost schrijven. Misschien nog even op de computer, maar meteen even kijken. Dan ga ik lekker verder met White Lines op Netflix, super goede serie ook, vind ik zelf. En Hete Daad, en dan ga ik lekker naar bed om het te lezen. En ik denk, ja, ik denk misschien dat ik nog wat hoor van mijn coach hoe laat zij er is. Maar dat weet ik niet, omdat ik natuurlijk morgen boodschappen ga doen. Maar voor nu ben ik in ieder geval weer heel erg blij. En ga ik lekker genieten van, ja, van mijn kast en zo. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen, omdat ik nu eventjes wil relaxen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 12 maart. Ik ben klaargemaakt. Alleen nog geen lippenstift op. Ik moet nog even mijn tanden poetsen. Dus dat doe ik daarna eventjes. Mijn coach komt straks. Want ik ga vandaag boodschappen doen in plaats van donderdag. Want donderdag, dat was voor haar eventjes een lastige dag. Omdat ze wat andere dingen had. Dus ze heeft het verplaatst naar vandaag. Ik voel me nog steeds niet helemaal fris en fruitig, moet ik zeggen. Ik voel me nog steeds best wel vermoeid. Ik had ook na het slapen had ik hele slapende vingers. Dus ik pakte mijn telefoon vast. Ik zag dat wat appjes waren binnengekomen. Ik kon ze gewoon niet vastpakken. Want die vingers die sliepen. Gisteravond heb ik wel gekeken naar Chateau Meiland. Dat was wel weer leuk. Goede tijden. Daar heb ik nog wel even een spel gedaan. En toen heb ik mijn blogpost geschreven. En dat ging eigenlijk allemaal wel prima. Nog even wat op de computer, wat dingetjes gedaan. En toen ben ik White Lines gaan kijken. Dat was ook wel weer spannend. En daarna Hete Daad. Toen ben ik naar bed gegaan, nog even een boek gelezen. Maar ik had het zo gigantisch koud. Ik zat hier al met een kleed over mijn benen heen. Nog een kleed om me heen. Ik had het in bed ook weer zo koud. Dus ik weet niet of het bij mij ligt. Maar ik heb ook mijn spreider nu niet op liggen. Want die, doordat ik van het weekend dus overstroming had in de douche. En dat naar de slaapkamer was gelopen, is dat sprei nat geworden. Dus die moet eigenlijk nog even gewassen worden. Want dan vind ik het ook net zo fris als die weer eventjes lekker ruikt. En dan denk ik dat ik hem er toch nog wel even op doe. Want het is toch nog wel een beetje fris. Dus dat. Ik ga nu eventjes nog stofzuigen en nou ja, eventjes de bak scheppen en dan is dat allemaal klaar. En dan ga ik even mijn tanden poetsen en dan ga ik straks boodschappen doen. Neem jullie nog wel weer even mee naar de winkel. Dus dat is het eigenlijk. En dan zie ik jullie gewoon weer als ik terug ben. Verder niet zo heel veel te vertellen. Ik heb de kast verder ingericht. Dan kan ik als ik terug ben nog eventjes een update van geven. Hoe ik het allemaal nu een beetje heb neergezet. Ik heb het een en ander nog weer veranderd. Maar het is een beetje lastig filmen omdat ik niet zo heel veel ruimte over heb. Dus ik zal mijn best doen. Ik word wel heel blij van als ik nu in de keuken loop en ik zie die kast en ik zie al mijn roze spullen, dan denk ik, ik word hier zo blij van. Dus dat is echt heel fijn. Maar goed, ik ga nu eventjes wat dingetjes doen en dan zie ik jullie later weer. We'll be right back.
Zo, ik ben terug van de boodschappen. Het is horloges leeg, dus ik weet niet hoe laat het is. 3:30 geweest, dus ik heb nog even tijd voor mezelf. Ik was even bij de trekker, bij de Zeeman. Ik wilde eventjes een bak halen. Toen kwam ik nog deze leuke handjes tegen voor de paasset. En deze onwijs leuke trommel. En dat dacht ik, die past helemaal bij mijn andere trommels. Daar kunnen dus wat dingen in. Van Disney. Ik heb dus even deze bak gekocht. Toen kan ik even wat dingen in doen die niet meer in de kast komen. Dan kan ik boven de kast. Dan past het niet zoveel stof. Dus dat ga ik zo gelijk ook eventjes doen. Dan zal ik even de boodschap laten zien. Ik kwam koekvormpjes tegen. Het leek me leuk om een keer koekjes te bakken. Dan heb ik gewoon leuke paasvormpjes. Dus die. Spekjes. Ik had deze aangebroken van het weekend. En die is zo lekker. En hij was nou in de sale. Toen heb ik er nog eentje meegenomen. Want hij is echt heerlijk. 2 keer slavinken. Die waren in de aanbieding nu. Dan heb ik nog cola. 2 keer de morgen gekocht. Die was in de aanbieding. Ik heb nu de fresh. Ik heb ook de ambre en orchidee. Dus ik tegelijk even onderin neer. Slavinken. Dan heb ik sperrips een keer voor zondag. Ze zijn zo duur, maar ik had er zo zin in. Dus ik dacht, ik ga het een keertje doen. Nog 6 setjes met vormpjes. Ze zijn allemaal wel een beetje voor de paas. Maar ik dacht, ik vind het wel een keer leuk om een keer zo even te bakken. Shootjes. En deze pyjama was nu met 14, daarom heb ik hem meegenomen. Dus deze pyjama. Ik heb de andere tas pakken. Broccolietje voor maandag. Heb ik. Oh, dat is niet zo. Oh ja. Boontjes, die waren nu echt super goedkoop. Champignon voor donderdag. Donderdag ga ik bami maken. Ik doe daar speklappen in, want dat vind ik lekkerder. Dan heb ik een zakje gehakt. Kan ik maandag even gehaktballen maken. De opschuimmelk. De brokjes in saus waren nu 2 voor €9. Toen heb ik het wel gedaan, want die zijn normaal hartstikke duur. Toch nog wel even 2 keer de frietsaus, want ik dacht, ja, nu zijn ze nog goedkoop. Dan heb ik chocomel. Toetjes. De brokjes weer. Die waren nu bij de boven dezelfde prijs als bij de Lidl. Maar bij Lidl zijn ze elke keer op. Dan heb ik hier vast paasservetjes. En aardappeltjes. Patatjes. En speklapkruiden. Dus dat waren de boodschappen. Ik ga even opruimen. Dan ga ik nog even wat doen. Dan ga ik eventjes verder met misschien nog even wat bij de kast veranderen. Maar in ieder geval even wat dingetjes nog doen. Want dan is dat ook leuk. Dan komt de onderkant van de kast ook. Die onderkant van mijn keukenkastje ook even netjes maken. Dus dan is alles een beetje opgeruimd. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik had nog even een kleine update beloofd van de kast. Hoe ik het had veranderd. Ik heb hier nu mijn beschuitbussen ook staan. En mijn crackers. En daar staat nog een doos achter. En daar de koektrommel. Dan heb ik hier mandjes staan en mijn ovenschalen. Hier staan mijn handdoeken. Hier heb ik boodschappen staan, dus dat is ideaal. Nou ja, dit was natuurlijk al zo allemaal. Dus dat is echt wel heel erg handig. Dan gaan we naar de andere kant. Ik heb hier nu ook mijn trommeltjes neergezet. Heel erg leuk, ook van Mickey en Minnie en zo. Dat vind ik allemaal wel heel gezellig. Ik denk dat ik deze... Wacht, ik ga dit anders doen. Dan schuif ik die naar achter. Die dan zo ervoor. Dit vind ik net iets leuker. Hier een ovenschaal. Hier mijn bakjes voor mijn ijsblokjes en mijn theedoeken. En hier staat nog wat koffiespullen. Dus ik ben er, ja, het is voor nu wel heel goed. Ik ben er nu wel heel blij mee dat hij gewoon zover ingericht is. De keuken is ook wat leeg. Hier staan nog wat spullen, moet ik nog opruimen. Maar verder is het eigenlijk allemaal wel super, super mooi zo. De bak is ook gelijk gevuld bovenop. Dus hier laat ik er gewoon op staan. Er zit een, ja, wat, een mixer en zo in. Dat soort dingetjes. Dingetjes die ik niet zo vaak gebruik. Dus ik vind het wel top zo. Keukenkastjes zijn nu ook helemaal netjes. Veel overzichtelijker nu met een mandje erin. Het blijft misschien nog wel wat vol. Maar ik vind het veel overzichtelijker als dat het was. En dat is denk ik het voornaamste.
Zo, mijn haar zit inmiddels weer vast, want ik was een beetje klaar met dat losse haar. We bleven lekker bezig geweest. Ik heb alles wel weer even een beetje een plekje kunnen geven. En daar ben ik wel blij om. Dus ik ben heel blij hoe het allemaal nu staat. Ik ben nu ook tevreden. Ik ben nu ook zat. Ik heb het ook niet gevlogd, want de camera is bijna leeg. En ja, mijn energie is gewoon echt weg. Echt, ja, het is gewoon te laag. En ik voel me heel moe. Ik heb overal spierpijn. Ik heb het idee dat er een griepje aankomt. Of dat ik mijn lichaam overbelast heb. Dat ik een beetje over mijn eigen grenzen heen ben gegaan van het weekend. Maar het is niet zo energievol als wat ik normaal ben. Dus ik dacht, laat maar even. Ik doe het gewoon even zo. Dus ik heb het jullie gewoon even laten zien hoe het nu is. Ik ben er heel blij mee. Misschien dat jij het heel vol vindt of wat dan ook. Maar ik moet ergens mijn spullen kwijt. En ik vind het al een hele verbetering. Ik ga nu eerst even lekker relaxen. Wat drinken. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond op de bank. Ik heb eigenlijk nog een was op te vouwen. Maar ik weet niet of ik er de puf er nog voor heb. Ik ben zo moe. Ik ga met mijn benen lang uit. En ik denk dat ik heel weinig van de bank af ga komen. Nog wel even een spelletje doen. Maar ik ga lekker Married at First Sight kijken. En Goede Tijden. En dan ga ik de vlog afmaken. En mijn foto's bewerken. Dan ga ik lekker White Lines kijken. Heet dat. En daarna ga ik lekker naar bed. Nog even mijn boeken lezen. En dan ga ik slapen. Het is wel heel grappig. Ik had dus afgelopen dagen wat foto's gemaakt bij Heet dat. Van mensen die ik dus herkende. Die waren daardoor nog super jong. Dus stuurde ik dat in de groepsapp. En deze herkenden ze ook meteen. Want dit was Witser. Dat is nou wel grappig. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik hoop niet dat het te veel een klaagvlog is geworden. Omdat ik de laatste dagen gewoon niet helemaal meer op en top ben. Maar het komt allemaal wel weer goed. Ja, ik wil je gewoon in ieder geval voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Eronder staat ook, er staat ook een rode button. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. En voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!